Ik dacht, misschien is het wel leuk om vaker een dag uit mijn leven te filmen. Vandaag is het weer woensdag, net als de vorige dag uit mijn leven. Alleen deze woensdag zal er heel anders uit gaan zien, want ik ben vandaag namelijk vrij. Ik hoef niet te werken. Of nou ja, soort van niet, want vandaag heb ik een me-day influencer dagje. Want ik ga straks naar een event toe waarvoor ik ben uitgenodigd. En voorheen in het verleden ging ik regelmatig naar pers-events, influencer-events. Maar tegenwoordig doe ik dat niet meer zo vaak. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga straks met het openbaar vervoer naar de locatie toe. En ik neem jullie vandaag mee. Er is een dresscode voor het event, namelijk roze en rood. Alleen ik heb niks met die kleuren in mijn kledingkast. Deze kleuren komen het dichtstbij. Het is nude, maar ik heb wel een roze strik in mijn haar. Hij zit niet helemaal goed, zie ik nu. Maar dat is mijn outfit voor vandaag. Onderweg haalde ik nog een koffietje, want ik had een volle stempelkaart van Starbucks. En het duurde even voordat ik op locatie was. Maar eenmaal aangekomen was de aankleding echt super leuk. Er was een fotobooth en er was een tafel helemaal mooi gedekt. Met allemaal lekkere hapjes, want we hadden een high tea. Ik wist eigenlijk niet zo goed wie er allemaal uitgenodigd waren. Dus ik stelde me voor aan iedereen, maar nieuwe vrienden. Wat super gezellig was. En toen werd het tijd om heerlijk te genieten van de high tea. En daarna mochten we ook alvast het spel uitproberen, de nieuwe Princess Peach spel. Ik moet zeggen dat ik in het begin een beetje confused was of nou precies de bedoeling was. Maar na een aantal minuten had ik het door en vond ik het echt super leuk. Ik zat helemaal in het spel en het was ook heel erg leuk om met andere mensen ermee bezig te zijn. Dus ik genoot er onwijs veel van. Ik was helemaal in mijn element. En na het uitproberen van de demo hadden we ook nog een kleine cupcake workshop waar we onze eigen cupcake mochten decoreren. Het was uitdagend. Ik had nog nooit eerder met een spuitzak gewerkt. Na een beetje geoefend te hebben lukte het me en je kon ook met fondant decoratie maken. Ik had geprobeerd om een kroontje te maken. Of het heel erg gelukt is weet ik niet zo goed, maar ik heb mijn best in ieder geval gedaan. En na het event was ik nog eventjes naar wat winkels gegaan, want in de buurt van de locatie was ook een klein winkelcentrumpje. Maar ja, nu ben ik weer thuis. De dag is voorbij gevlogen. Op dit moment is het 4:30. Ik ben ook echt de hele dag weg geweest, maar ik moet zeggen dat ik het wel even lekker vond. Normaal gesproken werk ik en doe ik voornamelijk werkgerelateerde zaken, maar een dag zoals dit is ook wel eens fijn. Maar ik ben dus weer thuis. We hebben een goodiebag gekregen. En ik heb hier ook nog wat spulletjes in zitten die ik nog zelf in de stad heb gekocht. Ik had dus iets voor Milo gehaald. Een trektouw. En ik ben naar de Hunkemuller geweest voor een, voor ondergoed. Dat is ook niet onbelangrijk. Ik ben helemaal into de seamless ondergoed. Dus het liefst wil ik daar alleen maar dingen van hebben. Ik heb meerdere slipjes. En ik heb deze seamless BH. Ik vind het altijd zo stom om een nude kleurige BH te tonen. Maar ja, ik merk dat ik zulke soort BH's echt het fijnst vind. Want dat kan onder elk kledingstuk. BH's met de mooie printjes, die heb ik ook. Alleen ik merk toch dat ik zulke soort BH's vaker erbij pak. En deze is seamless, dus daar ben ik heel erg blij mee. En in de goodie bag zit de cupcake die ik heb gemaakt. Het is toch nog best wel goed gelukt. Very cutie. Dan een schort die we ook tijdens het event om hadden. Voor de rest heb ik stickers. Een mini garde. So cute. Een pin en een sleutelhanger. En last but not least een notitieboek. Ik heb iets. En dat is niet voor Milo, maar voor jou. Wat vind jij van mijn creatie? Even kijken. Nee, Milo. Je ziet Milo zo kijken, want ik wil dit. Maar je mag dit een niet. Een kroontje. Hoe vind je hem gelukt? Nice. Dat is beter. Oh. Doeg, Milo. Bye. Een beetje helaas. Ja. Nee, maar ik zeg alleen wat lucht. Mooi, hè?
Mooie creatie. Heel ook mooi, Milo. Boven op de kast staan seizoenspakken. En ik heb er twee. In één zit mijn winterkleding in. En mijn andere zit eigenlijk mijn zomerse jurken. Nu is het zo dat de temperaturen heel erg aan het veranderen zijn. Dus het wordt even tijd om die bakken door te gaan. En te kijken of ik al wat items in mijn kast kan hangen. En items van mijn kast in die bakken kan doen. En ik ben tegenwoordig ook wat kritischer naar mijn garderobe aan het kijken van of ik alle items nog daadwerkelijk wil houden. Voorheen deed ik dat allemaal in één keer. Maar ik merkte gewoon dat ik op het moment zelf het heel moeilijk vind om te beslissen of ik iets weg wil doen of niet. Dus ik doe het gewoon met de dag. Ik maak nu ook outfits met items die ik al heel lang niet meer heb aangehad. Om te kijken of ik het nog wil. En dat vind ik een hele fijne manier van werken. Het is etenstijd en voor vanavond hebben we Chinees besteld. Want daar hebben we de hele week, of nou ja, de week is nog maar voor de helft. Maar we hebben echt nog een aantal dagen heel veel trek in. Dus dat gaan we vanavond lekker eten. En Milo is jaloers. Die wil er ook van genieten. Nee Milo, dat is niet voor jou. Nee. We hebben hier een pastijtje, die gaan we delen. Pangsit, babi panggang, kip saté en bami. Ik heb weer mijn hele kast uitgespit en het is weer zo goed als netjes. Ik ben benieuwd hoe lang het netjes blijft. Maar ik heb een stapeltje gemaakt met items die ik de aankomende periode nog een aantal keer ga dragen. En waarschijnlijk ook afscheid van ga nemen, tenzij ik het weer helemaal leuk vind. Dit zijn items die ik al een tijdje heb, maar waarvan ik bijna zeker weet dat ik het toch niet meer vaak zal dragen. Maar we zullen zien. Het is pas 7:15, maar ik merk dat ik zo gaar ben. Ik heb altijd in de avonden dat ik heel snel moe word en mijn ogen voelen dan zwaar aan. En dan heb ik eigenlijk gewoon behoefte om mijn bed in te duiken. Maar het is eigenlijk nog best wel heel erg vroeg. Maar ja, ik heb vandaag ook veel gedaan. Ik was heel erg actief. En dat kost natuurlijk ook heel veel energie. Wat overigens helemaal niet uitmaakt. Want het is alleen maar leuk. Soms wil ik gewoon iets meer energie in de avonduren hebben. Want ik wil gewoon meer gedaan krijgen. Maar mijn ogen hebben het gewoon moeilijk. Mijn lichaam heeft het gewoon moeilijk. Dus ik ga de rest van de avond rustig aan doen. Ik hoop dat ik misschien nog een deel van een video kan editen. Misschien dat ik een paar bladzijden uit een boek ga lezen. Ga douchen. En me klaar gaan maken voor bed. Misschien is dat allemaal al te veel van het goede. Maar we zien wel hoe de rest van de avond gaat lopen.